Hij heeft echt de vette zenuwen. Hij is er gewoon misselijk van. Hij wordt niet goed. Want we zijn onderweg naar de tandarts. Niet huilen nou. Dus ik heb Jessie zijn winterpyjama aangedaan. En ik heb ook een dikke trui. Maar nog vind ik het koud. En dan heb ik even nog een deken aan. Spugen. Heel veel spugen ineens, hè. Zo. Heel veel. Ja. Dit is als het goed is het wastafeltje met de koperen kraan. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve tatties. Welkom bij een nieuwe video. Nou, het is een wonder dat Sergio mee opent. Want eigenlijk is hij niet echt aanspreekbaar. Hij heeft echt de vette zenuwen en hij is er gewoon misselijk van. Hij wordt niet goed, want we zijn onderweg naar de tandarts voor een spoedafspraak. Ik ben gewoon een heel naar mannetje op dit moment. Maar ik snap het. Het is niet eens dat ik super bang ben voor de tandarts, maar gewoon, ja, ik heb volgens mij al drie keer wat hierover gezegd in voor aan de vlog is. Ik ben zo verschrikkelijk bang voor de pijn van de tandarts en dat ik gewoon mijn tandvlees is wat opgetrokken of weggepoetst, weet ik veel. En daardoor liggen er dus wat zenuwen bloot van de kiezen. En dat doet ja, met enige regelmaat en vooral bij de tandarts zo verschrikkelijk pijn. Dat is echt zo'n zenuwpijn. Dat is gewoon. Ja, dat is niet uit te schakelen gewoon. Ja, en ik heb dus vorige week kreeg ik wat steekjes in mijn kies. En toen heb ik een afspraak gemaakt. En toen heb ik wat ibuprofen genomen. En toen ging het eigenlijk na een dag of twee of zo ging het weg. Omdat dus die afspraak ook 3 dagen duurde voordat het plek was. En toen heb ik dus die afspraak afgebeld. En nu gisteren stonden we in de Bauhaus. En toen ik zeg van, zo raar, af en toe dan krijg ik nog een steekje en dan gaat het weer weg. Nou, en dus, terwijl dat ik het zeg, komen die steekjes steeds vaker en steeds vaker. En die gingen allemaal meer, opvliegers, want dan kreeg het ineens kei heet. Ja, ik word er zo, dan word ik echt, want dan weet ik dat ik naar de tandarts moet. Dan denk ik dat ik een gaatje heb, mijn allereerste gaatje. En dan, ja, het loopt mezelf zo op te fokken qua stress, qua dat ik er naartoe moet, qua pijn, qua... Ik heb gewoon... Ik weet niet wie er zin heeft in de tandarts, maar ik heb er zo geen zin in. Is dat waarom je ook toch die afspraak had afgezegd? Want je, omdat je daar toch al tegenop ziet en dat je denkt, ik voel het niet meer, ik zeg het af. In plaats van dat je het gewoon voor de zekerheid toch hebt door laten gaan. Ja. 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 En ik kreeg het warm en ik weet, ik ben heel grappig, maar ik stond in de bouwhuis en ik zei wat dingen. En René moest super hard lachen. Toen was een foto maken en ik zeg een beetje luid. Ik, ja, even, niet een foto van jou, ik wil een foto van je tand maken om nee, te kijken. Nee, gewoon te fotograferen. Nee. Jij kreeg het gewoon ineens bloedheet en zweten en zo. En toen zei ik alleen maar, nou, zo voelt een opvlieger. Dus fijn dat je het ook even een keer meemaakt. Maar verder was ik heel meelevend. Ja, absoluut. En ik wilde gewoon heel graag, ook al was het in de bouwmarkt, gewoon even kijken voor je. Tussen de schroefjes, heb jij ook een schroefje nodig gehad? Ja, en toen dacht ik, ja, volgens mij heb je een gaatje. Maar wij hebben dus allebei nog nooit in ons leven een gaatje gehad. Dus ja, dit is waarschijnlijk Sergio's eerste gaatje. Ja, en ik weet het dus ook nog niet. Je weet het ook niet zeker. Trick zegt iets anders van, nee, het is... Wortelkanaalbehandeling. Ja, precies. Ja, nee, maar dan zeg ik, dan trek het er maar gewoon uit. Want die verstandskies hebben ze ook getrokken. Dat, uiteindelijk vond ik dat best meevallen. Niet huilen nou. Nee, ik hoef niet te huilen. Nee, ik ben wel wat emotioneel inderdaad. Maar dat is niet vanwege de tandarts, denk ik. Wat dan? Nee, weet ik niet. Gewoon veel, veel in mijn hoofd, aan mijn hoofd. Ja. Dus dat. Nou, we zijn er bijna. Ja. Het is om de hoek. Volgens mij ben ik ook vrijwel meteen aan de beurt. Ja. Ik wil nog even een angstplasje doen. En
Nou, veel plezier met kijken. Maar dit is ook een zenuwlachje, hè? Ik wil je niet uitlachen, maar ik... Het is gewoon... Het is ook helemaal niet leuk. Ja, ja, ik snap het wel. Ik vind het echt... Maar weet je, het is echt zo'n begrafenislachje. Ken je dat? Dat je dan zo zit bij een uitvaart en dat je dan een soort van de slappe lach krijgt. Zo ongepast. Maar dat is eigenlijk gewoon de zenuwen die spelen. En een beetje zo van zo'n moment dat je denkt, ik moet nou niet in de lach schieten. Want dat is zo ongemakkelijk en dan gebeurt het juist. Weet je, zo... Zou ik eerder het voorbeeld hebben genomen van een beetje nog vroeger in de klas dat we niet mochten lachen. Dat je niet kon ophouden met lachen dan de begrafenislach. Maar ik snap wat je bedoelt. Nee, maar ik bedoel echt de begrafenislach gewoon. Nou, maar een begrafenis kan best gezellig zijn hoor. Nee, maar ik bedoel dat je met zo'n uitvaart zo zit te kijken naar... En dan dat je bang bent dat je dan misschien in de lach zit. Of dat je gewoon zenuwen hebt van dat evenement, om het maar even zo te noemen. Ja. En dan... Die kriebel in je buik en dan dat je het voelt opkomen en dat je denkt, oh nee. Dus ja, ik lach niet om je uit te lachen. Nee, ik snap het. Ik snap het, schat. Nou, we zijn er, schat. Yay. Pas maar op, want ik bijt je vinger af. Bent u rustig houden. Poppie. Ja. Wat was het? Ik wou geen gaatje. Nee. Ik heb nog steeds geen gaatjes, jongens. Yes. Dus altijd blijf poetsen. Oh, verkeerde auto. Wat zei hij? Sinitis, itis, nitis. Ja. Een bijholtontsteking. Ja. Want dat voelt namelijk hetzelfde. Ja. Hoe lang heb je dat al? Ik zeg, ja, dat weet ik toch niet. Ik wist net niet eens dat ik het had. Goos. Sinus, itis, geloof ik. Zoiets. Ja. Zondheid. Ja. Wat... Zeg, ja, volgens mij is itis ontsteking. Ben je heel erg verkouden of geweest? Ik zeg, ja, dat klopt. Ze ging kijken en zeggen, je ziet dus geen gaatjes. En dat de aasde iets te lang. Ik denk, ja, als je het niet zegt, dan gewoon nee. Maar ik zeg, nee, want zoals ik het nu kan zien, denk ik dat je een bijholtontsteking hebt. Neus? Of gewoon een bijholtontsteking? Pardon. Ja, ik denk dat je misschien gewoon even wat paracetamol, ibuprofen en dat soort dingen moet slikken. Even gewoon blijven slikken. En als het te lang aanhoudt, even naar de huisarts. Nee, ik ben al lang blij dat ik geen gaatje heb. Heel opgelucht? Ja. Even bijkomen. Man. Even bijkomen van de stress. En waar ik ook gewoon niet tegen kan, is dat het... niet frank was dan. Ik hou niet van veranderingen. Helemaal niet in dit soort stressvolle situaties. Nee, maar ja, vorige keer had je wel bij Frank, hè? Ja. En nu heb je dat niet gevraagd waarschijnlijk. Hebben ze gewoon gezegd, je zo snel mogelijk... Nou, ze zei, ik heb om 11 uur een gaatje, maar dat is dan... Nee. Maar dat is dan niet bij Frank. Oh, dus je wist het wel dat het geen Frank zou zijn? Dat was om 11 uur. Toen zei ik, ja, dat maakt niet uit. Toen zei ze, nou, 3:10 dan. Of 3:30. Dus ja, is goed. Toen wist ik niet of het dan wel of niet bij Frank was. De volgende keer zeg je gewoon bij Frank. Of ik moet gewoon niet zo zeuren. Maar het levert gewoon extra stress op. En ik weet niet hoe iemand... Hij zei wel meteen, wat kan ik doen om je op je gemak te stellen en zo. Dus dat geeft wel aan dat hij in ieder geval, hè, ja, rustig. Mocht alleen niet filmen. Liever niet, mevrouw. Nee. Wat natuurlijk ieder zijn recht is. Ja, dat is ook zo. Normaal gesproken vragen we het ook altijd, maar ja, omdat het van Frank wel mag. Ja, en het is Frank's tent, zeg maar. Dus... Ja, maar goed. Nee, maar daarom zei ik ook van, ik zet jullie daar niet op. Normaal zet ik Frank er wel op, maar nu zet ik jou alleen erop. Ja. Maar dat vond hij toch ook niet prettig. Nou ja, uiteindelijk moet hij goed zijn werk kunnen doen, dus dan respecteren we dat. Ja, zoals altijd hebben wij daar geen verantwoording of verklaring voor nodig. Als iemand nee zegt, is het gewoon nee. Nou... Yeah. We gaan naar huis. Ja. Goedenavond. Hallo. Wat gaan we doen? Ja, we gaan naar de verjaardag van ons neefje. Yes. Onze niffo. Ja, mijn moeder is er niet bij, want die is ziek. Ja, die zag er niet lekker uit. Ik kwam thuis van werk. Zeg, jij gaat niet mee vanavond. Nee.
Ja, echt niezen en heel erg verkouden en ja, geen corona. Althans, dat zegt de test nu. Ja. Dus toen gingen we net boodschappen doen en toen kwamen we terug en toen waren we er kwijt. Toen lag ze in bed. Dus die blijft verstandig thuis. En wij gaan wel gezellig. Ze knuffelde Jessie in het, ik hoop dat ik je niet aansteek. Toen zei ze, volgens mij is het andersom gebeurd. Ja, precies. Maar ik moet zeggen dat ik vandaag ook een beetje hoofdpijn heb en zo. Dus ja, yeah. Ook niet zo lekker vandaag. Ja, ik sta sowieso strak van de pijnstillers, dus nog steeds voor je. Ja, ja, ja. Vanmorgen weer meteen last van. Ja, maar hij zei ook eigenlijk dat je even moet gaan stomen en zo. Stomen, hè? Ja. Dus, maar ja. Ook niet echt de tijd voor gehad, hè? Nou ja, wel. Gisteravond heb ik toch lekker warm gedoucht. Ja, oké. Okay. Je hebt niet even zo even lekker zo. Nee, ik kan dat toch niet zo goed. Tenzij ik echt in een stoombad of in een sauna ga zitten, maar met zo'n... Met die rhino ding. Ja. Vind ik echt zo... Ja. Oké. Okay. Goed verhaal. Ik kan daar niet zo goed mee uit de voeten, geloof ik. Oké, ik ga even denken. Ga je even denken. Goedemorgen. Allee. Wat is er? Deze op de stoel staat. Oh. En daar moet de tijd open. Oké. En daarom is het niet zo leuk. Daarom is het niet zo leuk dat er een ding onder een stoel zit. Oké. Okay. En daarom vind ik het niet fijn. Nee, vind je niet fijn? Nee. Het is hier super koud. Het is al een paar dagen, of nou 2 dagen, dat de verwarming het niet lijkt te doen. Of dat er iets met de cv-ketel is of zo. Dus, ja. En Jessie Silver wilde per se uit bed. Ik wel liever gewoon lekker onder de dekens had gelegen. Dus ik heb Jessie zijn winterpyjama aangedaan en ik heb ook een dikke trui, maar nog vind ik het koud. En dan heb ik even nog een deken aan. Gisteren was de monteur al even geweest. En dan lijkt dit weer heel even te doen. Mama. Maar nu, we hebben vloerverwarming. Nou, mama. IJspegels nu. Mama, ja, liefje. Mag ik tv kijken? Ja, je mag tv kijken. Dus we gaan even tv kijken. Rupsje nooit genoeg. Het is zowaar mooi weer en de man des huizes is ook thuis inmiddels. Dus we gaan even lekker naar de speeltuin, zodat Jessie Silver, ja, even zijn ei kwijt kan. Ei? Zijn eitje. Doe jij een ei kwijt? Toepasselijk bij de aankomende Pasen. Goedemorgen. Jessie Silver die had vandaag een beetje buikpijn, hè? En mama dacht dat jij misschien even naar de wc moest. Ja. Maar wat gebeurde er? Spugen. Heel veel spugen ineens, hè? Zo. Heel veel. Ja. Dat is wel even schrikken, hè? Oh, deze is ook verdrietig. Is Encanto ook verdrietig, Maribel? Nee. Nee, toch? Toen hebben we even maar gedoucht. Oh, en die geur is niet uit huis te krijgen, echt. Oh, zijn maag. Mijn hemel. Nou, hoe voel je je verder? Beter. Gelukkig lucht wel op, hè, als het eruit is. Even rustig aan doen vandaag. Krijg ik geen dusje van jou? Dankjewel, liefje. Oh jee, wat is er nou weer gebeurd, schatje? Ben je weer gaan spugen? Kan dat nou, hè? Dat is chocoladevla. Ja, er zit nu chocoladevla in, ja. Ga mama maar even opruimen met handschoenen, hè?
Ja. Goedemorgen. Het was gisteren even een zware dag voor ons en vooral voor Jesse Silver. Want voor het eerst in zijn leven heeft hij heel de boel bij elkaar gekotst. Echt, hij zei dat hij buikpijn, dus ik dacht, ja, hij moet poepen. Maar uiteindelijk bleek het dus gewoon echt spugen en echt bleh. Nou ja, goed, dus dat is echt een paar keer geweest, inclusief één keer over mij heen. En in bed, bij ons ook. Ja, was ook helemaal top. Dus, maar goed. Nou, we gaan wel wat leuks doen, want er is iets binnengekomen, namelijk onze wastafel en nieuwe kraan. Kijk, onze moppie ligt daar ziek te zijn met zijn rode wangetjes. Moet je spugen? Oh jee. Oh, het was gewoon een boertje. Oh, gelukkig. Nou, het was weer leuk onder het mom van bij ons kan nooit iets normaal. Ja. Ik had het wel toen ik bestelde. Dat gaat dan via PayPal of via de Visa. En dan bij de ene staat wel het oude adres en bij de andere staat niet het nieuwe adres. Ik had het. Ik weet niet, eigenlijk niet zo goed fout gaan, maar in ieder geval, daar stond dus het nieuwe adres. En toen heb ik gebeld meteen. Waar we nog niet wonen. Ja. En toen heb ik meteen gebeld, toen hebben ze het veranderd. En, maar dat is toch niet helemaal goed doorgekomen. Nee. Dus gisteren belde DPD. Ja, ik sta bij het hek en ben je er al of zoiets? Ben je haartje hek? Nou, we hebben een redelijk huis hier. Maar toen, viel het kwartje wel meteen. Ik zeg, nou ja, ik kom er wel aan. Maar hij was zo lief om even terug te rijden. Dus dat was wel echt fijn. Ja. Nou, dus we hebben hem binnen. Oh, spannend. Yes. Dit is als het goed is het wastafeltje met de koperen kraan. Dat is inderdaad. Oh. Bam, bam, bam. Even oppoetsen nog voor jullie. Extra shiny. Woe! Ha, vet. Hij is mooi. Hij is mooi. Neerleggen. Echt dat geborsteld koper. Ja. Ja, we hebben dit keer niet voor goud gekozen. Omdat ten eerste vind ik dit ook gewoon heel mooi. En dat past wat meer bij de tegel. Die we hebben gekozen. Ja, zelfs de... De afdop. Van het, voor het fonteintje ja. is inderdaad in het geborsteld. Dat is ook te gek, want die is vaak dan gewoon zilver. Ja. Of hoe noem je dat? Ja, is dat zilver? Ja, zilverkleurig. Gewoon, ja. Oké. Okay. Supermooi. Heel mooi. Next. Nu, een beetje zelf. Dun, 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 dun. Wij hebben hem ook nog niet gezien, hè? Dus je weet, bij ons kan van alles fout gaan. Zo, ja, kap even. Nice. Ja? Oh ja. Oh ja. Doe maar niet. Gewoon op de tafel. Dat is wel mooi, ja. Dat is mooi. Ja. En zet die kraan er eens op. Heel mooi vind ik dat hier bruin. Nou, daar zochten we expres naar en niet naar grijs. Want daar zwart of grijs, ja. Dit is echt heel mooi. Blij mee. En ik ben blij dat hij ook een beetje diep is. Want normaal met die wc-kraantjes spettert het alle kanten op. Dus hebben we daar überhaupt naar gekeken eigenlijk? Qua diepte? Ja. Nou ja. Dat het zo'n harde ijs was. Maar ik heb daar qua mate eigenlijk niet meer op gelet bij te bestellen. Ja, ik had daar wel naar gekeken. Heel blij mee. Ja. Nou, dit is in ieder geval tot nu toe geslaagd. Zo, Bob de Bouwer is weer bezig. Ja joh. Wat heb je voor moois? Als ik dit nooit gedaan heb, leek het mij dat ik de aangewezen persoon was om dit te gaan doen. Wat wordt het? Dat weet ik ook nog niet. Hey, het wordt een hele mooie zonwering. En een regenwering. En hij is waterdicht, dat hebben we ook al even getest. Het doek is een mooi crème kleurtje en het omhulsing lijkt een soort van anthraciet. En
En je hebt ook gelijk even een nieuwe mand gemaakt voor Mojo? Ja, ja, ik dacht, ja, hij is toch wat afgevallen. Dus misschien dat hij wat meer ruimte nodig heeft in de lengte dan in de breedte. Oh, oh, oh. Dan weet je plekjes wel uitkiezen. Ja, ja. Zo, maar als die zon erdoor komt, echt, echt heel erg lekker. Heerlijk. Nou, ben benieuwd. Ja. Nou, ik ook. Het lijkt niet onwijs ingewikkeld. Even de stapjes volgen. Vooral het erop krijgen is ingewikkeld. Denk ik. Ja. Nou, want daar hadden we het over. Omdat die dozen natuurlijk apart waren, dachten we van, nou, dan kunnen we misschien wel in aparte stukjes gaan hangen. Maar dat is toch niet? Nee. Dus dan wordt het toch, zeg maar, al die dozen die we net gesjouwd hebben, dan in één keer. Ja. Ja, we zien wel hoe ver we komen. Gaat meemaken. Er zit ook niet een soort haak op, hè? Want ik denk, je moet natuurlijk eerst de dingen erin zetten. Hè? Dus aan de muur. Ja, nee, ja, wel, want dit zijn de haken. Dus er zit een soort haak. Dus het is wel, dit gaat in de muur straks. Ja, maar en hij klikt er dan denk zo ik, in. Denk ik nu, hè, trouwens. Mag niet ja, dan hang, ja, dan hang je hem hierin. Gewoon, kijk, dat is wel vrij. En dan hier een schroef dat hij vast komt. Dus ik, dat is wel vrij dat makkelijk. Dat ziet er wel vrij. Uit. Ik ben al bij stap 2, dus we zijn er bijna. Ondertussen is meneertje in slaap gevallen op de bank. Ja, in de lucht. Hoger, hoger, hoger. Kijk en gaan. Dat ga ik ook doen, Flo. Oké, ik hou de vlieger wel voor je vast. En dan trek jij... Uitgeblust op de bank. Ik ben niet van de bank af geweest, want ik mocht niet gaan van Jesse Silver. Nee, je had een legitieme reden daarvoor, vond ik ook. En jij wilde daar geen tuin staan? Het ging heel erg goed en het was heel erg duidelijk. Tot stap nummer, was het 7 of 8? En toen hield het ineens op met gedetailleerd zijn. Toen dacht hij, je bent nou al zover, nu kun je het zelf wel. Ja, je begrijpt nu een beetje hoe ik denk, dus... Toen miste ik ineens gewoon allemaal cijfers en zo. Ja. Het is echt heel raar. Maar een beetje kijken. En blijven kijken. Nog een keer kijken. Ik heb echt voor nou al een uur staan staren. Voor alleen gewoon. Maar, hoe ver ben je nu? Nou, hij is eigenlijk af. We moeten hem ophangen. Maar we gaan hem morgen even uit elkaar halen. Want er was iets met het doek en de naden. De zoom eigenlijk van het doek. En die wilden we naar de bovenkant. Nog besproken van wat denk jij? Hè? Nou, als die zegt van nee, inderdaad, doe maar naar boven. Ik zeg ja, dat is dan de mooiste kant. Maar nee, ja, dat is goed, dat doen we. Ja, ja. En welke kant zit er boven? De mooie kant. Dus ik vond het wel belletjes om een uur of 7. Want ik kreeg ineens heel erg honger. En ik dacht dat het 5 uur was, toen was het de 7 uur. Ja, want gelukkig schijnt de zon nog heel lang nu tegenwoordig. Het was wel heel lekker. Ik denk dat ik wel een beetje een kleurtje heb gekregen vandaar. Ja. Ja, en uit frustratie dacht ik, als we het slecht doen, dan doen we het ook goed slecht. We hebben gewoon een zelfgemaakt Oreo koekje van Maria Biscuit. En dan mascarpone aangemaakt met lekkere bastardsuiker, cacao en een beetje kaneel. Dus eentje voor jou. Dankjewel. Ja. Jesse die zei dat hij beter was. Ja, zo, nu ben ik beter, ben ik zegt, beter hij. Zegt hij. Ja. Maar hij zei net wel voor het eerst in bed. Na deze ga ik lekker slapen, hè? Thank you. Nou, dat heeft hij nog nooit gezegd. Nee. Na deze ga ik lekker slapen. En dan ga jij nog even voorlezen. En dan ga ik lekker slapen, hè? Oké. Okay. Nou, dan weet je echt dat hij ziek is. Want dat gaat echt... Nou ja, en gisteren wilden we dus eigenlijk bij ons in bed houden. Ja. En toen dacht ik, nou, dat is wel lekker, want dat wilde ik vroeger altijd. Maar dan durfde ik het niet, want dan denk ik, hij gaat nooit meer terug. En hij wilde gewoon niet. Hij begon gewoon echt een beetje hysterisch te huilen van, ik wil naar mijn bedje. Ik zei, maar je kan lekker hier slapen, want dan kunnen we je in de gaten houden en dit en dat. Ik wil naar mijn bedje. Oké. Ja, dat je van nu weet hoe je moet liggen, dat je gewoon niet lekker ligt. Nee. Nee. Maar hij lag net ook gewoon weer gelijk. Hij viel ook al bijna met mijn liesje in slaap. Ja, weer. Net als gisteren, ja. Okay. Nou, in ieder geval. Ik denk dat het weer een enerverende vlog was.
Oh, je wil afsluiten? Oh niet, wat wil je nog meer zeggen? Nee, ik zei laten we de dag afsluiten. Oh, nee. Maar ik weet niet of we al genoeg hebben. Ja, volgens mij wel. Voor de hele vlog, nou oké. Vond je dit een leuke vlog? Doe dan een duimpje omhoog. Ik weet het. Wat was dat voor stompje? Ja, ik heb het ook keer. Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en de notifications aan te zetten, zodat je weer alles meekrijgt als we iets uploaden. En dan zien we je heel graag weer bij de volgende video. Doei! Ciao! Als je hem nou nog iets verder uit, kan je moeder ook nog gedag zeggen. I just wanna see where love can take